Dus heeft FC Utrecht geduld, tijd en alle rust als men een ingooi mag gaan nemen. Luiks inmiddels in duel met die nieuwe spits. Kern wint dat duel, dat geeft hoop en speelt in op El Achoui. El Achoui met ruimte, even opstomen, doet hij aarzelend moet ik zeggen. Maar een goed paasje op Schalk legt het terug en heeft de kans in de goal. De goal van Robert Schilder, het paasje van Alex Schalk die hem uitstekend teruglegt. Daarop Robert Schilder, de bal van El Achoui, de diepe bal van El Achoui op Alex Schalk. Die gaat de 16 meter binnen en legt hem terug op Robert Schilder. En die zet hem met een droge knal NAC weer op gelijke hoogte in de goal gewaard. Weer met El Achoui, met Schilder. Schilder aan de linkerkant, krijgt de bal terug van Leurling. Kan Leurling daar dan duel daar winnen van Duplan? Vrije trap voor NAC, omdat Schilder een tikje krijgt. Oh, een vrije trap weer op een plek waarvan je denkt, nou, het zou zomaar kunnen dat iemand met zijn hoofd er tegenaan loopt. Snel genomen, Schalk vrij in de 16 meter. Schalk schiet, Schalk scoort! Over de goal! Hij zit van Alex Schalk! Hij draait, hij kapt en hij haalt uit! En hij haalt zijn gram! Wat een moment voor de jongeling uit Breda! Hij hangt in de hekken bij de NAC supporters, die rennen nu naar beneden. Maar wat een moment voor Alex Schalk. Hij werd verguisd. Hij werd vernederd door zijn trainer. Die een huurling Santi Kolk in de basis opstelde. En laat nu zien dat toen Santi Kolk dus geschorst is. Buiten de selectie werd gelaten. En Alex Schalk wel op moest stellen. Dat Alex Schalk die goal kan maken. Met nog wat is het, 2 minuten officiële speeltijd. Alex Schalk 2-1. Oh, wat lekker. 16 september 2011. De laatste uitwedstrijd die NAC een winst wist om te zetten bij NEC in de Goffert. Toen was het nog herfst, toen was het nog 2011. Eeuwen geleden voor je gevoel. En het zou nu zomaar kunnen gaan gebeuren. Met nog 1 minuutje officieel op de klok. Dat NAC hier gewoon gaat winnen in de Galgenwaard. En zich daarmee dus gaat veilig spelen voor de Eredivisie. Dat we volgend jaar weer naar Utrecht mogen. En weer naar Ajax en weer naar AZ. Dat zou toch wel heel erg fijn zijn. En Alex Schalk die zijn gram haalt hoor. Alex Schalk die we een aantal keer bekritiseerden in deze wedstrijd. Want die schoot uit rare hoek en gaten. Maar dit was het moment waarop hij moest schieten. En dat ook deed. Maar nu Utrecht misschien weer met Van der Gun. Die een voorzet wil geven. Die is dramatisch. Daar kan Schut helemaal niks mee. Die staat inmiddels aan de rechterkant van het veld. Opnieuw de voorzet van Schut. Weggekopt door Buis. Nou ja, nu vinden we het wel goed geweest. Nu willen we toch wel dat Van Siegen voor het laatst op de fluit gaat blaren. Schalk opnieuw. Die Azara dat onder druk zet. Azara die sterker is. Schalk die een tikje krijgt. Maar daar geen vrije trap voor mee krijgt. Botteguin moet de bal daar maar wegkoppen. Want de bal was alweer lang gegeven. En nu kan NAC wellicht gaan counteren. En de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Wat is dit fijn. Wat is het een luxe die we helemaal niet kennen. 2-1 voor in een uitwedstrijd. En de blessuretijd die zo meteen gaat komen. De man met een bord. Waar we eindelijk eens hopen dat het niet lang duurt. Voordat de blessuretijd is afgelopen. De Maarschok, ben je blij met 5 minuten? Dat zou nu heel vervelend zijn. Van Nakken met de bal op een midden van 3 minuten. En Utrecht fluit hier. Want Utrecht moet zich schamen dat het niet van Nak gaat winnen natuurlijk. Kan het nu met Safong in de 16? Maakt hij ook nog 3-1? Safong! Safong! Nee, wat een kans zeg! Daar had hij de 3-1 moeten maken. De wedstrijd definitief in het slot moeten gooien. Maar Rob van Dijk zit er daar tussen. Corner voor Nak. Ja, balletje van Robert Schilder op Safong. Die helemaal alleen voor Rob van Dijk opduikt. En dan moet die bal van tussen de palen schoof, stond ook nog helemaal vrij. Het gebeurde allemaal niet, nog wel dus die corner die inmiddels weer kort wordt genomen. Sapong naar Leurling. Sapong met de actie de verkeerde kant op, want hij gaat terug. Leurling die dat wil herstellen en er zit dan een beentje tussen. En FC Utrecht been, dus rolt de bal over de zijlijn. Linkerkant van het veld heeft daar in de hoekvlak de bal bij Robert Schilder. Die ook weer een ingooi veroorzaakt. Ja, NAC heeft nu de tijd, gaat ook tijd rekken, want wil deze 1-2 stand gewoon over de streep trekken. Dan zijn we eindelijk helemaal veilig met nog 2 wedstrijden te gaan. Omdat het seizoen wat maar snel vergeten moet worden, dan eigenlijk ook officieel ten einde. Bal bij de cornervlag. Alex Schalk die irritant gaat lopen doen. En de bal wordt dan verijdeld door FC Utrecht. En die komen dan nog een keer. Is het even uitkijken geblazen? Is het daar Botteguin die achterin duel moet aangaan? Nu Luiks, duel met Kern. En dat wordt gewonnen door Luiks. In tweede instantie ook met hulp van Leurling. Luiks die nu aan de wandel gaat. De bal neerlegt aan de linkerkant van het veld bij Schilder. Die een man voorbij gaat. Robert Schilder. 4-2 in het voordeel van NAC. Dan is het Sapong. Sapong met het schot. En ook nog 1-3. Ook nog 1-3. En zelfs de mensen in de Domstad gaan staan en klappen. Dat is cynisch bedoeld. Want FC Utrecht laat helemaal niet zien in die slotfase. En daar kan NAC van profiteren. Sapong met een kappenweging. Randje 16 haalt uit. Blundertje van Rob van Dijk. Want de bal komt recht op hem af. Het is 1-3. En het is een NAC
dat zich veilig gaat spelen ten koste van FC Utrecht. De mensen gaan hier naar huis, de mensen schudden hier het hoofd. 1-3 stand. Dat waren ongekende wilden. 1-3. Ik kan het eigenlijk niet geloven als ik op dat scorebord sta, maar het staat er echt. Utrecht 1, NAC 3. Sarpong die tijd krijgt om op de rand van de 16 te schieten en die bal dan droog in de linkeronderhoek schiet. Detail waar we dan iets minder tevreden over kunnen zijn is dat hij bij de cornervlag gaat juichen en je moet gaan juichen bij dat fanatieke uitvak dat daar staat, dat nog best wel gevuld is. Die moet je bedanken dat ze het hele seizoen naar dit dramatische voetbal hebben zitten kijken. Dat